Er zijn nu 5 positieve COVID-19 gevallen in Suriname. Dit zei Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid, vandaag op de persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. De 5e patiënt is gisteren teruggekomen in Suriname vanuit Miami. Er zijn gisteren 2 repatriatievluchten geweest. 1 uit Miami en 1 uit Cuba. Feira was vandaag de enige persoon vanuit de overheid op de persconferentie. De andere leden van het managementteam COVID-19 waren in vergadering. We hebben ook dus kunnen merken, omdat wij specialisten daar hadden en omdat zij hun werk picobello hebben gedaan, hebben wij kunnen merken dat een van de mensen op dit moment positief is getest. En de persoon is dus stabiel. Wat dus betekent dat wij in Suriname nog een positief geteste erbij hebben. Omdat wij dat zo snel hebben kunnen constateren. Alle andere patiënten van wie u weet, die op dit moment positief getest zijn, die zijn op dit moment ook stabiel. As we speak, wil ik het nog een keer herhalen, zijn we bezig de quarantaine plekken te evalueren en we stellen bij. De mensen die nu zitten in de 2 overheidsfaciliteiten, die vragen wij om nog even geduld te betrachten. We doen er alles aan om u zo gauw mogelijk, mits de doktoren dat toestaan, u dus dan te brengen naar de plek waar u het beste kunt afwachten, de 14 dagen. Feira benadrukte verder dat alle repatriatievluchten voorlopig on hold zijn. De overheid zal bekendmaken wanneer er weer mee begonnen zal worden. De vlucht is gecanceld omdat wij zeggen, als wij nu 2 vluchten binnen hebben en het blijkt dat de quarantaine of de mensen niet happy zijn, dat de quarantaine moet faciliteren, de mensen die daarin zitten, dat het niet meegaat, dat het niet samengaat, dan moeten we het even evalueren, toch? Want we hebben aangegeven aan het begin, het gaat niet gemakkelijk gaan. Maar als wij, wanneer we het doen, merken dat wij niet bestand zijn tegen de druk, dan moeten we even een pas op de plaats doen, omdat de andere mensen die binnen moeten komen, die nu al in principe door al die informatie op social media, toch helemaal nu ook in paniek zijn geraakt in het buitenland, dan moeten we dingen gaan bijstellen. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Tot zover Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid. Ze sprak vanmiddag op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Suriname telt nu 5 besmette personen. Daarnaast zijn alle repatriatievluchten tot nader order uitgesteld.